is wel een beetje spanning. Maar ik had er heel veel zin in. In het ZEP-programma Hoofdzaken vertelde Lily tijdens het knippen over de pesterijen. En dan zegt ze, haha, jij hebt pluishaar, jij mag niet meedoen. Dat is wel niet leuk, dus... Waarom pesten ze je dan mee dan? Omdat ik lelijk pluishaar heb en al die andere kinderen die zijn, hebben gewoon normaal haar, gewoon stijl haar. Lily, wat deed het pesten met jou? Toen dacht ik van, wat een lelijk meisje. Wat rare broeskrullen, wat een raar kind. Dat vind ik heel naar. Ja, dat is wel heel naar, want zo kan je eigenlijk ook weer zien wat het pesten met je doet. Het fragment in Hoofdzaken ging viral. Heel veel bekende Nederlanders reageerden erop en zeiden allemaal lieve dingen. Dan ben ik zo blij en dan loop ik eigenlijk de hele nacht, kan ik niet slapen erover, dat ik gewoon zulke bekende mensen heb. En dat is heel leuk. Ja, want hoe is jouw zelfvertrouwen nu dan? Ik heb heel veel zelfvertrouwen erbij gekregen. Hoe voel je dat? Ja, ik voel dat heel goed, omdat je voelt een soort van dat jij ook mooi bent en dat jij even goed bent als de anderen. Niet alleen beroemdheden reageerden op Lily's verhaal. Ook ouders en kinderen die de pesterijen herkenden, stuurden massaal berichtjes naar haar. En daar is ze onwijs trots op. Het is heel raar om te zeggen, maar ik voel me gewoon een soort van held. Omdat ik zulke dingen kan doen en zulke dingen kan zeggen. Ja, dankzij het programma wordt Lily een stuk minder gepest. En dat geeft haar dus heel veel zelfvertrouwen. Ik zie de toekomst met een meisje die heel veel aan het zingen is en die misschien wel concerten geeft en die zelf liedjes schrijft met bekende mensen en met iemand die altijd wel haar haar los draagt. Ja? Ja. Want Lily weet door alle lieve berichten één ding zeker, ze wil haar haar nooit meer anders. En als jij nu in de spiegel kijkt, Lily, wat denk je dan? Wat een mooi meisje, wat lief ben ik, wat grappig ben ik, wat een mooie bos krullen hebben. Zulke dingen denk ik nu, omdat zoveel mensen dat zeggen over mij.